Ons ken allemaal die sending van pap op die grond te laat val. En ek denk, meeste van ons het al letterlijk iets net laat val. Genereer nie maar net laat val, maar ek denk, pap op die grond laat val is dit ook een goeie beskrywing. Of het nou kom by ons kinders, of by ons kinders ontwikkeling, of die skoolkies, of wat ook al ons kies, het ons allemaal die pap al op die grond laat val. Ek wil gauw aan julle vertel, dat ons het een driehoek van ontwikkeling as het by ons kinderkies kom. Eerst is ons neuro reflexes wat ontwikkel het, ontwikkel in het swangerskap tydperk. Wanneer mama die babiekie dra, ontwikkel al die neurologische reflexes. Die volgende ding wat ontwikkel is sy senses, soos sy sensory ontwikkeling. Gebruik nou Engelse woorde, want wanneer ons hierdie goed leer, is daar maar net Engelse leerstof beskikbaar. Ek is seker as Afrikaanse leerstof beskikbaar, maar meeste inligting en navorsing is maar in Engels gedoen. So is dat dan, so ons het ons neuroflexes, dan ons sensoriese ontwikkeling, en dan boop dit, net daarna begin die motorskeel, en dan begin die sensoriese motorperceptional ontwikkeling gebeur. So eers gaan ons neurologische dingetjies ontwikkel, en dan gaan ons senses ontwikkel, dan gaan ons motorskills ontwikkel, dan gaan ons hierdie twee saam meng, dan maak ons bou, ons gaan gauw hier een koek, en wanneer al hierdie twee goedjies mooi ontwikkel het, begin ons communicatie. En na ons geleer het om communicaties te doen, begin ons life skills, oor ons oorleving. En na ons geleer het om te oorleef, dan gaan ons begin met akademiese ontwikkeling. So daarie is belangrik om te weet wat goedjies kom waar en wanneer kom het eerste. Dit gaan keer dat ons op die pap op die grond laat val. Ons gaan nou morgen bykie gesels oor hoe kan een visuele sensoriese ontwikkeling diezelfde. Wel, ons gaan vandag gaan ek daar oor gesels, ek gaan vir julle eers morgen die video wys. Maar dit is wat ons vandag gaan doen. Ek gaan ook oor die volgende ruk vir julle een link gee na daardie wat verwys na daardie gratis lesies sodat julle hulle weer kan oefen en hulle geniet. En nie van julle wat hulle nog nie geniet het nie, hulle geniet. En as julle graag meer wil hê, dan weet my, ek het 'n hele pakket vol en julle kan saam daaraan deelneem.